Ik sta op dit moment in hartje Amsterdam, want ik mag zo meteen de winnaar, of winnares moet ik eigenlijk zeggen, van de Song van het Jaar 2021 verrassen. Zij heeft namelijk Ik Wil Dansen gemaakt. Anthem van 2021, ik denk dat dat iets is wat we allemaal willen, dansen. En ik mag Vrouwtje nu gaan verrassen met deze award. Geloof ik is op dit moment patat aan het eten, als ik me niet vergis. Sorry, ik overval je een beetje. Nou, het was heel raar, want mijn manager zei, doe jij maar even open, terwijl dit is haar huis. Dus. Ik dacht, weet je, laat me maar gewoon meteen zeggen waarvoor ik hier ben. Je hebt de Song van het Jaar gewonnen. Ja! Mag ik dat nu al weten? Ja, dat mag jij nu al weten. Oh, oh my god, dankjewel. Hey, dankjewel. Oh, wat goed. Oh, wat sick. Ik schrik me helemaal dood. Oh, daar ben ik echt super blij mee. Gefeliciteerd! Oh, laten we eerlijk zijn, je hebt de Anthem van 2021 gemaakt, toch? Blijkbaar, ja. Dat is de Song van het Jaar, dus dat zal wel dan. Wat vet, joh. We willen allemaal dansen en jij hebt de beste soundtrack daarvoor gemaakt, denk ik. Nou, echt fantastisch. Dit had ik even niet aanzien komen. Leuk geregeld hebben jullie dat. Die wisten het allemaal al. Ja, dat dacht ik al. Oké, dankjewel. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen ook. Het is, Nou ja, je kan eigenlijk denk ik niks meer zeggen, toch? Nee. Maar misschien heel even, laten we teruggaan naar het moment dat je de track maakte. Kan je dat nog herinneren? Ik sta zo onhandig. Ja, sorry. Zou ik deze even aannemen dat je niet laat vallen? Moment dat ik het maakte. Nou, dat is niet echt een moment, want... ik heb dit in het eerste jaar van mijn conservatorium... Van het conservatorium gemaakt. Ja. Met mijn bassisten en... Ik ben een heel chaotisch verhaal, maar die had een baslijn gemaakt en toen had ik daar iets op geschreven. Ja. En toen eigenlijk veel later, dat was lang voor corona, en toen zijn we het verder uit gaan werken. En toen dachten we, oh, dit kan best iets zijn, laten we het uitbrengen. Dus dit is niet een realistische, maar ik ben heel overwhelmed. Dus, ja. Maar zullen we hem even aan de rest binnen laten zien, dat hoe is hij eruit ziet? Zullen we dat anders doen? Kijk jongens! Wauw! Wow. Wow. Echt heel leuk. Wisten jullie dit ook al? Ja. Ja. Oh, jullie allemaal? Wat een spiegels. Oké, okay. Nou. Nee, dus toen je hem maakte, had je helemaal niet door, dit was voor corona. Ja, nee, dus in het begin niet. Ik heb ook best lang gedacht van... Of, Jens, die het heeft geproduceerd, die zei altijd van, moeten we dat niet eens afmaken? En toen zei ik altijd van, nee, ik voel het helemaal niet. En dat bewijst ook maar weer dat je soms een beetje door moet zetten met een project. Want toen we hebben er best wel veel tijd en moeite in gestoken. Heel veel verschillende refreinen geschreven. En dat was het allemaal telkens niet. En toen ineens klikte het of zo. Dus, Ja, motivatie om dat te blijven doen. Hard werken voor iets. Is er nu toevallig een track die eigenlijk op de plank ligt, naar waarvan je denkt, misschien moet ik toch even doorwerken? Nee, want ik heb nu net een heel project afgerond. Dus dat valt wel. Ja, er liggen altijd dingen op de plank waarvan ik denk, nou, dat zou ik best een kans kunnen geven. Maar ja, ik maak altijd graag weer nieuwe dingen of zo. Ja. Maar ja, met Ik Wil Dansen was dat wel zo. En, nu is die Song van het Jaar. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Heel leuk. Ja, echt heel blij mee. Yes. Sorry, een beetje op je vloer. Oké, nou, cheers. Vanavond moet ik dansen.